Hoi, welkom bij Frits Kuiper TV. Dit keer alweer de 5e aflevering over de Retsi Max Peninsula, de Nano. In deze aflevering gaan wij eindelijk inrichten met dieren. Yay! In deze aflevering gaan we dus het aquarium inrichten. We gaan eerst het water weer testen, kijken of de waterwaardes nog steeds goed zijn. In de vorige aflevering zijn er natuurlijk dieren ingekomen. Nou, die dieren die geven ook weer ontlasting aan het water en dit moeten de nuttige bacteriën weer opruimen. We zien al dat er een beetje wat aanslag op het zand komt, een beetje wat bruine aanslag. We gaan eens even kijken of we kunnen herleiden waar dat vandaan komt. En er komen hele kleine algjes komen er op de steen. Nou, de slakken zijn al goed bezig om alles op te eten, dus we beginnen met het water testen. Als we de watertest erbij kijken, zie je ook dat er weer een beetje nitriet in zit. Nou, en nitriet is eigenlijk iets wat bij de opstart van je aquarium heel normaal is. Nitriet zie je ook vaak terug in wat bruine alg, zoals wij ook in dit aquarium hebben. Dus we beginnen deze week eerst eventjes met een waterwisseltje. Om de bodem een beetje af te zuigen, zodat die weer mooi schoon is, de algjes weg te zuigen. En om een beetje vers water weer in te brengen en een beetje nitriet eruit te halen. Voordat wij de waterwissel gaan doen, gaan wij de opvoerpomp en de skimmer uitzetten met de knopjes achterop. Nou, voor de waterwissel gebruiken wij natuurlijk een emmer om het water in op te vangen. We gebruiken een stofzuiger om de bodem een beetje af te zuigen. En we hebben al klaargezet een gieter met zout water op het juiste zoutgehalte. Nou, verder doen we de ruitjes natuurlijk nog eventjes, nu we het water eruit hebben gehaald, zodat het alles weer mooi netjes is. Een handig krabbetje voor. Verder gaan we natuurlijk de eiwitterschuimen nog eventjes weer goed schoonmaken. Die kan er zo af. Is ook weer lekker vies, zoals jullie kunnen zien. Die gaan we even schoonmaken straks. Nou, wij hebben 10 liter water eruit gehaald. 10 liter water is ook wat wij adviseren voor een waterwissel. Met 10 liter... dat is dus eigenlijk 10%. Zie je dat er schommelingen in je waterwaardes niet heel zijn. Je kunt dus beter wat vaker een kleine waterwissel uitvoeren dan in één keer een hele grote waterwissel van 30 of 40%. Nou, we hebben het water al aangemaakt. Het is op temperatuur. Het zoutgehalte is overeenkomstig met het zoutgehalte van het aquarium. Dus dat kunnen wij weer bijvullen. Zo. Eventjes voorzichtig natuurlijk. Niet allemaal in één keer erin. Nou, het water is weer op niveau. We kunnen hier achter de eiwitterschuimen weer aanzetten. En de opvoerpomp. En je ziet dat het water weer mooi rondgecirculeerd wordt. Zo. Nou, dat is weer gedaan voor deze week. Het onderhoud is weer gebeurd. Waterwisseltje is gebeurd. Op naar de volgende week. Nou, zoals jullie vorige week hebben gezien in het begin van dit filmpje, zat er vorige week nog een heel klein beetje nitriet in. En dat wil je gewoon niet. Nitriet moet eigenlijk altijd gewoon nul zijn, net als ammonia in je water. We hebben een kleine waterwissel gedaan daarom, zodat het water een beetje wat verser is. We hebben weer goede bacteriën toegevoegd natuurlijk. De Nopox van Retsi gaan we gewoon dagelijks mee door. 1 milliliter per dag gaat erin. Deze week hebben we weer het water getest. En het is weer goed. Alle waterwaardes zijn eigenlijk zoals je het wil hebben. Het aquarium draait nou ongeveer een week of, nou wat zal het zijn, 7-8 in totaal. Dat betekent dat we nou weer wat meer dieren gaan toevoegen. We gaan beginnen met wat makkelijke koralen toe te voegen. En waarom makkelijke koralen? Omdat je toch zult zien dat in de beginfase van je aquarium, tot een half jaar, tot soms wel een jaar, gaan waterwaardes toch vaak schommelen. SPS-koralen kunnen slecht tegen schommelingen. Ledenkoralen maakt het helemaal niks uit. Dus we gaan beginnen met wat mooie ledenkoralen. Misschien al wel een LPS-koraaltje. We gaan eens even kijken wat er allemaal te koop is voor mooie koralen bij Frits Kuiper Groningen. Het leuke werk kan nou eigenlijk gaan beginnen. En dat is natuurlijk het inrichten van het aquarium. En wat willen we erin hebben?
Nou, zoals we al zeiden, gaan we beginnen met wat makkelijke koralen. Dus wat ledenkoralen, wat buttons, dat soort dingetjes. Nou, kom maar eens even kijken. Wat ik altijd heel mooi vind, dat is deze felgroene groene groephoekleden. Deze bijvoorbeeld. Heel makkelijk koraal en heel mooi om je bak een beetje mee op te vullen. Nou, nemen we gewoon mooi twee stukjes van mee. Eén wat grotere, één wat kleinere. Zo, er is een bakje mee bij ons. Nou, dan hebben we hier hele mooie clavularia staan. Wel een A-selectie. Hele mooie gouden kopjes erop. Nou, wil ik natuurlijk ook gewoon twee van hebben. Dit zijn twee mooie. Zo, twee stuks. Dan hebben we hier nog wat zoantussen. Buttons ook wel genoemd. Buttons zijn eigenlijk een soort van kleine knoopjes die ook heel eenvoudig te houden zijn. Nou, en je kan ze allemaal leuk bij elkaar zetten. Dus je krijgt dan een soort tuintje met allemaal verschillende kleurtjes. Hier een paar mooie Sunny D's. Die willen we natuurlijk ook mee. Zo. Al drie bakjes vol. En wat hebben we hier? Nog een mooie Ricodea Florida. Ook een heel eenvoudig oortje eigenlijk. Maar echt gewoon prachtig om te zien. Vooral onder het blauwe licht. Fluoriseert het prachtig mooi. Zo. Nou, dat zijn eigenlijk de eerste koralen die we gaan plaatsen in het aquarium. We hebben net samen de koralen uitgezocht. Die hebben we hier voor ons staan. Wij gebruiken altijd even voordat de koralen in het aquarium ingaan een dip. Een reef dip. Van Red Sea natuurlijk. Dit zorgt ervoor dat de pestdiertjes die in de koralen soms meekomen. Zoals nu de brensjes. Soms heb je naakslakjes die gek zijn op buttons. Je kan kleine borstelwormpjes meekrijgen. Dus we gaan eerst even beginnen met alle koralen te dippen. Nou, er zit in elk bakje zit ongeveer 150 ml. Dat betekent dat we 1,5 milliliter van de Red Sea dip per bakje doen. Dat is 1. Dat is 2. En 3. En nummer 4. Nou, een beetje roeren dat de dip overal zit. Zo. Nou, gaan we voor deze koralen eventjes 10 minuten wachten. 20 minuten is het maximum voor de dip, maar 10 minuten moet voldoende zijn voor deze koralen. Nou, we hebben het koraal uit de dip gehaald. Die spoelen we schoon in het aquariumwater. In een bakje gedaan uiteraard. Nou, en dan gaan we het op zijn plek lijmen. En een beetje lijm doen we op de stekplug. Zo. En het geheim van deze lijm is dat je twee laagjes aanbrengt. Eerst even in het water. Zo. Nog een laagje erop. En nu gaan we het op zijn plek zetten. Nou, we hadden een mooie plek uitgezocht, dus onderaan. Deze hebben niet zoveel licht nodig. De Ricodea Florida. Nou, die zit op een wat grotere steen. Die kunnen we heel mooi zo hier tegen het rif aanleggen. Op den duur zal die hele steen mooi begroeid worden met deze oortjes. Het is ook mooi om dus een beetje verschillende kleuren dus later hier nog bij te leggen. Dat de hele boel mooi een beetje verdeeld is. Ledenkoralen zelf zijn moeilijk te lijmen, maar het is vaak dat er toch steentjes al aan vastgegroeid zijn. En dan lijm je eigenlijk de steentjes die in het koraal vastzitten, lijm je weer vast dus op je rif ook. Nou. Weer heel goed te zien hoe de lijm mooi op beide delen vast gaat pakken. Het koraal groeit natuurlijk op den duur zelf ook vast. Nou, die zit ook vast. Nou, mijn favoriet, de Clavularia Goldstripe. Gaan we een mooi plekje voor zoeken hier zo aan de zijkant. Dit is ook een polyp die dus ook over de stenen heen groeit. Dus op de duur zie je dat steksteentje ook helemaal niet meer. Dus hoef je niet om druk om te maken om die eraf te knippen of wat dan ook.
Nou, ik hoop dat je er weer een leerzame aflevering vond van Frits Kuiper TV over de Red Sea Max Peninsula Nano. We hebben de eerste korallen geplaatst, we hebben een waterwisseltje gedaan, we hebben het water weer getest. Wil je nou weten wat we in de volgende aflevering gaan doen? Wil je daar als eerste bij zijn? Abonneer je dan op ons YouTube kanaal. En verder, als je vragen hebt, je kan ons bereiken via WhatsApp, Facebook, Messenger, e-mail natuurlijk. En telefoon hebben we ook nog. Dus ik zou zeggen, tot de volgende keer bij Frits Kuiper TV. Hoi!